hervatten zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Steenwijk. En Hogeveen was gewaarschuwd, want eerder dit seizoen kwam men in Steenwijk niet verder dan 0-0. Deze keer pakte men het anders aan, want in de eerste helft nam men al snel een 2-0 voorsprong via doelpunten van Lionel Huizing en Giovanni Femba Duarte. Hier hebben we geen beelden van. We vallen erin in de tweede helft. Zagen hier een kans van Marco Hartman en dan hier Rick de Lange. Bij die 2-0 stand dus. Actie aan de rechterkant van het veld van Shaki Mohamed. Keeper, ja, zit er nog wel aan. Maar dan komt de bal voor de voeten van Giovanni Femba Duarte. En die scoort de 3-0. Vlak voor rust werd Steenwijk overigens een penalty onthouden. En ontsnapte Hogeveen dus. En ja, ook in het begin van de tweede helft ging het dus in eerste instantie moeizaam. Maar toen deze derde treffer erin lag, ging het beter met Hogeveen. Zoals we hier zien, via Shaki Mohamed. Die legt de bal op Femba Duarte. En dan komt de bal uiteindelijk bij Marco Hartman. Die legt de bal dus op terug op Rick de Lange, de jubilaris. Hij speelde vandaag zijn 200ste wedstrijd. En ziet zijn jubileum net niet bekroond worden met een doelpunt. Dan Daniel Manning. Komt de bal bij de tweede paal. En daar is het Ruben Peltjes die de bal in het doel kopt. En dat betekent de 4-0. Nog een keer dat doelpunt van Peltjes die een prima wedstrijd speelde. En dan een heugelijk moment, want we zien hier het debuut van de 16-jarige Thomas Reinders. Hij maakt zijn debuut in de hoofdmacht. Thomas Reinders, de zoon van Henry Reinders, die vele jaren in het eerste elftal speelde en ook wel de koning van het kappen en draaien was. Reinders senior die momenteel jeugdcoördinator is bij Hogeveen. Wie weet dus een heugelijk moment hier voor Thomas Reinders. Hogeveen gaat dan in de slotfase door en gaat alsnog op jacht naar een grote uitslag. Hier de voorzet van Stef Lambrink en die komt dan bij Marco Hartman. En die had nog niet gescoord, maar pikt ook deze keer zijn doelpuntje mee. De 5-0 voor Hogeveen. Tja, en het mooiste doelpunt van de middag wordt dan bewaard tot het laatste. Hier, Daniel Manning. Nou, woorden zijn overbodig. Prachtig doelpunt van Daniel Manning. Die vorige week dus bekend maakte ook volgend seizoen weer bij Hogeveen te spelen. Ja, en we zien waarom we blij moeten zijn met de aanwezigheid van Manning. Wat een fantastisch doelpunt. En zo wint Hogeveen dus uiteindelijk met 6-0. En klimt het door deze zege naar plek 2. Ja, Ruben Peltjes, 6-0 overwinning. Dan denkt iedereen heel tevreden. Maar dat heel kun je er misschien een beetje afhalen? Ja, we hebben wel een paar moeizame fases gehad. Dus wat dat betreft, 6-0 is wel een grote uitslag. Maar het spel was soms niet helemaal wat we ervan hadden verwacht. Hey, dan kijken we even naar die wedstrijd. Eerste 10 minuten, formidabel. Ja, nou ja, daar hadden we ook afgesproken. Gewoon volle bak druk. En ja, we kunnen ze wel lucht geven, maar dat moeten we niet doen. Dus de eerste 10 minuten kom je direct op 2-0. Ja, en dan gaat het toch sluipt er een beetje twijfel in de ploeg van wat gaan we doen. Blijven we doorstappen, blijven we druk zetten. Ja, dan missen we net even die onderlinge afstemming om te zeggen van oké, we doen even een stapje terug. Maar we werden allemaal slordig. We gingen allemaal te veel lopen met de bal. Nou ja, ik heb domme gele kaarten. Ja, dat zijn allemaal. Het sluipt er ook een beetje in, denk ik, op een gegeven moment. Hè? Want ja, snel 2-0. Daarna kansen op 3-4-0. Dat lukt dan niet. En dan onzekerheid? Nou, onzekerheid denk ik niet. Ik denk dat iedereen te geforceerd op zoek is naar die derde goal. En dan hou je het niet meer breed. Ga je lopen met de bal. Dan ga je te veel door het centrum voetballen. Slordigheden. Ja, dan krijg je dit soort. En dan kan Steenwijk bijna nog terugkomen. Het verhaal gaat dat de scheidsrechter zelfs excuses heeft gemaakt in de rust. Dat hij een strafschop had moeten geven. Ja, nee. Wat was jouw beeld daarvan? Steffi krijgt hem tegen zijn hand aan en hij doet zijn hand omhoog. Ja, hij is niet naast zijn lichaam. Dus als hij puur volgens de regels had gefloten, dan was het een panel. Ja. Ja, en kreeg je dan een heel andere wedstrijd?
Ja, misschien dat hun er dan wat meer in gaan geloven. En, maar ik denk nog steeds dat wij uiteindelijk veel meer kwaliteit als hun hadden. Dus uiteindelijk zal dat denk ik niet heel veel uitgemaakt hebben. Misschien had het iets later pas ver uitgelopen, zeg maar. Toen nog even terug naar het begin van die wedstrijd. Je staat met in je achterhoofd natuurlijk die 0-0 daar in Steenwijk. Ja, en dat is dan nu het verschil geweest, hè? Dat je dan nu wel snel scoort. Ja, zeker. Als je met 2-0 voor staat, dan hoef je er maar eentje bij te maken. En dan knakken we. Nou, dat zag je ook. Hè. De 3-0, dat was wel de doodsteek voor de wedstrijd, zeg maar. Voor hun kant, zeg maar. Voor ons was het ideaal. Wat was de les van die wedstrijd in Steenwijk? Ook hun manier van spelen, waar hebben jullie vooral op gelet? Nou ja, dat we ze in ieder geval niet te veel lucht moeten geven. En dat we gewoon tempo heel hoog moeten houden en secuur moeten zijn in de passing. Maar ja, je ziet na rust, wij starten wel heel erg stroef. Tempo was te laag, die slordigheden weer. En dat hebben we vaker na rust. Dus. En krijgen zij zelfs nog 1 of 2 goede mogelijkheden? Ja, kleintjes. Ja. Nee, ja, dat klopt. Ja, dat komt er wel uit voort. Nou goed, en dan scoort Giovanni de 3-0. Ja, en dan is het ook gebeurd. Ja, dan knakken hun. Ik had er met hun spits nog even over. Die zei ook van, dan zijn we mentaal gewoon niet goed genoeg. En pik jij hoor, geef je doelpuntje mee. Ja, dat klopt. Wat gebeurde er? Hoe ging het? Ja, Shaki of Gio die zei, ga een keer naar de eerste paal toe. Dan gooi ik hem maar bij 1. Maar hij ging volgens mij eerst via Manning. En Manning die gaf hem voor. Ik stond ook helemaal vrij. Dus het was ook slechter om te missen dan om eruit te schieten. Ja, dan bij zo'n 4-0 stand is het natuurlijk een mooi moment om een 16-jarige te laten debuteren, Thomas Reinders. Ja, nou ja, ja, hij bezit gewoon kwaliteiten die nu al bruikbaar zijn bij ons. Dus waarom niet? Maar goed, dat is natuurlijk ook de doelstelling van de club natuurlijk. Hè? Ook jong talent door laten stromen. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Zeker. Ja, als hij een paar keer meetraint en ik heb hem vaker in de training meegemaakt. Ja, dan zie je gewoon, er zit potentie in en dan moet je hem ook een keer belonen door speelminuten te geven. Hoe ging dat bij jou destijds? Hoe ging dat bij mij? Ja, ik maakte mijn debuut bij trainer Mulder uit bij Wolvega. Dat weet ik nog wel, maar ja, dat ging eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Je traint mee en op een gegeven moment krijg je een keer een kansje. Hoe vang je dus een jongen op? Ja, hoe vang je zo'n jongen op? Dat doet hij voor een groot deel zelf. Maar ik denk gewoon dat je zo'n jongen iets meer positief moet benaderen als iemand anders. En tuurlijk, hij moet wel afdwingen. Hè, als hij gewoon een gezonde dosis werklust laat zien. En dan komen zijn kwaliteiten vanzelf. Ja, het voorbeeld van als je goed bent, dan kom je er echt wel. Zo is het. Alleen kwaliteiten red je niet mee. Je moet ook mentaliteit tonen. En ik denk wel dat er bij hem in zit. Nou goed, uiteindelijk 6-0 overwinning. Iedereen had het ook over. Mooi, gelijk tegen Steenwijk. Ik dacht ook nog wel een beetje, tegen een hoger geclasseerde ploeg zou ook niet verkeerd zijn. Want dan staat je zeker scherp. Ja, nee, zeker. Maar misschien was dit wel juist het goede begin. Want die 0-0, daar stond ons zeker nog wel, op ons netvlies. En dat was zeker wel een reden om dit niet weer te laten gebeuren. Nee, dat bleek. Nou, jullie staan nu tweede. Doelstelling top 3. Ja, doelstelling top 3. We zijn afhankelijk van Diese West natuurlijk. Die staan 4 punten voor. Maar we krijgen ze nog thuis. En als wij gewoon ons ding goed blijven doen, dan sluit ik iets meer ook niet uit. Maar laat ik zeggen, top 3 is eerste prioriteit. Laten we dan maar eens verder kijken.